Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 15 september 2015. Het is het bulletin van dinsdag. Vandaag in de uitzending het eerste deel van een impressie gemaakt door Simon bij A9TV van de ballonvossenjacht van afgelopen zondag. Leuk dat je er ook, net zoals wij eigenlijk willen, een familieuitje van maakt. Dit is papa India 4, Romeo Charlie Golf en we luisteren verder. De ochtend begon wonderschoon, heel anders dan verwacht was. De set werd aan boord gemonteerd en natuurlijk iets te laat vertrokken we richting de radiokelder. Tijdens de reis spraken we ook diverse andere enthousiaste mede-amateurs, waaronder Mariette PA1ENG en Onno PA3AKP, die onderweg waren om als operator van PI4RCG te dienen. Aangekomen in de radiokelder werden wij enthousiast onthaald door de grote club van ballonvossenjachtvrijwilligers. Wij kregen een uitgebreide briefing waarin Misha alle medewerkers nog even herinnerde aan de details van de dag. In ieder geval hartelijk welkom. Van deel 10 gaan we beginnen, dus ik maak het niet al te lang. Laat ik beginnen met dat iedereen even welkom heet. En allereerst bedankt aan de mensen die alweer een heleboel gedaan hebben, zoals jullie wel kunnen zien. 37e ballonvossenjacht, alweer. We hebben vanavond, daar wil ik even mee beginnen. Vanavond hebben we een. Na de briefing vertrokken wij snel naar het KNMI. Voorop reed de volgauto bestuurd door Maarten en deze spaarde zijn gaspedaal niet. Bij het KNMI werden wij begroet door de ballonnenspecialist Richard Rothe. Het was er een indrukwekkend gezicht. Op het terrein waar het gras tot op de millimeter lengte was geknipt, stonden allerlei meetinstrumenten zoals een wolkenhoogtemeter en een windmeter. Remco PA3FIM wisselde gelijk naar zijn vroegere rol als directeur KNMI en gaf ons een uitgebreide uitleg van de meetinstrumenten. Na een wandeling door het gebouw spraken wij een anonieme meteoroloog van een niet nader te noemen weerinstituut in de beeld. Is, waar die ballon heen gaat. We hebben te maken met een zuidelijke stroming. Dus je hebt dus wel de verwachting dat die ballon die opgeklaard wordt in de noordelijke richting zal bewegen. Aan de grond zie je wel een beetje een oost-zuidoostelijke stroming. Maar het is met name natuurlijk belangrijk wat die wind op hoogte doet. Hè? Want, die ballon die gaat tot 20, 25 kilometer hoogte. En dan zie je dat die ballon op een gegeven moment, nadat hij in de noordwestelijke richting beweegt, dat hij op hoogte gewoon recht naar het noorden gaat. Nou, dit is wel de bedoeling, ik denk dat hij recht naar het noorden gaat. Dus ik verwacht ergens een landingsgebied, ja. Ongeveer Noord-Holland, Friesland, denk ik eerder gezegd. Dat is een beetje het gebied waar je uiteindelijk wel terecht zullen komen. Zeker met deze stroming. Je ziet dat op een 10 kilometer hoogte dat je een beetje als gemiddelde wind kan nemen. Zeg maar. Het is natuurlijk een integraal die je pakt. Dat je ongeveer ergens hier in Noord-Nederland terecht zou komen. Waar precies, dat kan ik nu niet zeggen. Maar dat zou je ter reden kunnen uitrekenen, maar dat kan ik nu niet zeggen. Ondertussen in een klein gebouw met twee roldeuren was Richard, de ballonspecialist, de ballon aan het voorbereiden. De parachutes werden diverse malen getest en door Richard bijgesteld. Hier was ook de ballonkroep bezig om de radiosonde klaar te maken voor vertrek. Het apparaat hing in een statief en zag er door zijn uitstekende antennes uit als een ware miniatuur Sputnik. Zal ik aftellen? 3, 2, 1 en los. Dames en heren, op dit moment stijgt de ballon op en de 37e ballonvossenjacht in 2015 is een feit. De volgploeg gaat op dit moment naar de auto toe. De ballonvossenjacht is op dit moment gestart. Oké, het is op dit moment heel druk in de radiokelder. Daarom moest ik even vragen of ik wat meer geluid om me heen kon krijgen. Maar ik ga een update voorlezen. De zonde krijgt langzaam een andere richting en drijft meer af richting oost. De beelden komen nog steeds uitstekend binnen via ons volgstation. En ook in de volgwagen hebben van tijd tot tijd prima platen. En de ballon die komt hier dikke S9++ binnen, hè? Ja, misschien nog wel als hij een beetje in de buurt komt. Voor het signaal op 154,75 en daar zit het signaal op S7 op dit moment. Ja, dat klopt helemaal hoor. Ik heb mijn ontbijt laten bezorgen in mijn check. En ik wens niet gestoord te worden. Het is ontzettend leuk. Tot zover deel 1 van deze impressie van PA9TV. Morgen deel 2.